de terugloop van bodemvruchtbaarheid, hè, van biodiversiteit, ja, heeft duidelijk te maken met de manier van landbouw. Als wij op deze voet doorgaan, dan helpen we de hele boel naar de knoppen. Maar we hebben wel veel export. Ja, dat kan niet. In feite praat je wel over een systeem wat eigenlijk vastgelopen is. En ook heel veel gangbare boeren zijn ervan overtuigd dat het anders moet. Alleen, hoe? Hè, dat zeggen ze ook van, ja, hoe dan? Hoe dan? Omdat ze, ja, toch financieel ervan afhankelijk zijn. Wat je wilt is een omslag in de landbouw. Bij de Pilot Essentie draait het om natuurinclusieve landbouw. En daarin zoeken we eigenlijk een balans tussen natuur, landbouw en leefomgeving. Je kiest wel heel bewust een andere richting. En dat valt ons goed en daar zijn we best wel in gemotiveerd. Wat nog niet wil zeggen dat dit soort projecten hier vanzelf gaat lopen. We willen de biodiversiteit hier op de Esp vergroten door met kleine akkertjes te werken, waar allemaal verschillende gewassen op geteeld worden. Daarnaast loopt er een zandpad dwars door die akkers heen, met bermen erlangs. We hebben bossages rondom die Esp en we hebben struiken op de Esp groeien. Wat mij betreft begin ik bij de bodem en zeg van, ja jongens, die bodem die moet eerst gezond gemaakt worden. De bovenste 10 centimeter van de grond, daar zitten de meeste voedingsstoffen, de meeste insecten. En nou ja, dat is echt het bodemleven. Daarom kiezen wij ervoor om heel ondiep te ploegen, zeg maar. De methodes, hè, om akkerbouw nog met heel weinig grondbewerking uit te voeren, dat is nog steeds een beetje, ja, ook weer die uitdaging. Voor ons is het juist zo belangrijk om te zorgen dat er overhoekjes zijn, dat er randjes niet bebouwd worden. Wij willen graag dat ze een klein stukje vergeten voor kleine vogeltjes, voor insecten, voor wild. Om tussen die kruiden die ontstaan op die plekken waar geen gewassen staan, om daar dekking te vinden. Bij deze pilot werken we samen met de pachters, de provincie Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Kenniscentrum Akkervogels en Staatsbosbeheer. Wij willen ons een beeld vormen van wat er aan insecten voorkomt in landbouwgebieden en waaronder deze Westeres. En we willen eigenlijk weten van De kleinschalige duurzame landbouw, waar hier nu dat experiment mee gedaan wordt, levert dat meer biodiversiteit, meer insecten op. In deze pilot proberen we de natuur weer in de akkers te krijgen. Alle akkersoorten zijn eigenlijk pioniers. Als je aan die akker helemaal niks doet, verdwijnen ze weer. Omdat je in een akker zet je het elke keer weer om. En elke keer moet het weer opnieuw beginnen. En dat is de bedoeling. Deze boekweit die staat er nu natuurlijk fantastisch bij, hè? Je hoort gewoon de boekweit zoemen. Hier vervullen de bijen duidelijk een dubbelfunctie. Het is de bedoeling dat ze honing produceren, maar ze leveren ook bestuiving voor de boekweit. Ik kijk of er echt verstoring zou zijn van honingbijen op de wilde bijen. Zo'n wilde bij die vliegt nooit ver van zijn voedselgebied. En ja, 200 meter, 300 meter. Kijk, en binnen die range moet wel wat staan. En je moet eigenlijk van die corridors hebben met bloemenlinten door het landschap, zodat bijen ook zo'n akker kunnen overbruggen, zeg maar. De onderzoeksvraag, dat is in hoeverre de vogelpopulaties zich veranderen nu dat de natuurinclusieve landbouw plaatsvindt op de Westeres. Ik heb hier op mijn tablet alle vogels ingevoerd die ik gezien en gehoord heb. Dit is grond van de staat Bosbeheer en daar moet je op een bepaalde manier bewerken. Je mag geen kunstmest op, je mag niet spuiten. Dus dan ga je daar richting de biologische kant. Oh, ik vind het op zich vind ik wel mooi. Maar ja, je hebt wat minder opbrengsten, maar ja, dat is niet anders. Als op een gegeven moment alles geoogst is, zoals hier de boekweit of de andere granen of de hennep en de bonen. Ja, dan is het even vrij kaal, dan komen wel weer de groenbemesters. Maar dan staat hier en daar staat dan nog zo'n perceeltje met granen. En daar valt dus veel te halen voor de vogels. En daar kunnen ook allerlei dieren in schuilen. Een van de opbrengsten van dit project, het vergaren van kennis over hoe je op een andere manier die grond kunt bewerken. En daarmee zowel een verdienmodel kan neerzetten als biodiversiteit verhogen. Wat heeft dit nou meer opgebracht dan mijn gangbare biologische landbouw? En dat zou dan door de onderzoekers aangegeven moeten worden. Hè? Heb je hier beter, mooier bodemleven? Heb je hier meer wild? Heb je hier meer vogels? En ik kan het wel hartstikke goed doen, maar ja, je wordt er financieel verder niet beter door beloond. En dat is constant de zoektocht en het spanningsveld waar je in werkt.
manier waarop wij nu proberen zeg maar, die natuurinclusiviteit te verbinden aan de maatschappelijke opgaves, maar ook aan het verdienmodel van de boer. Waar we nu mee aan het oefenen zijn, dat kan over 4, 5 jaar of 6 jaar of 10 jaar misschien wel de werkelijkheid worden. Ja. Dan kun je nou functies naast elkaar in het landschap plek geven. Ja. En dan moet je ook een boer belonen. Nou, dat kun je doen doordat je, als je weet waarvoor die beloond moet worden, hè, die KPI's waar we nu heel erg sterk mee bezig zijn in de biodiversiteitsmonitor. Nou, op het moment dat je dat op een goede manier ook in je huishoudboekje, in je bedrijf kunt laten landen, dan ben je spekkoper. Ja.